Ja, Fred van der Biest, ik denk dat je tevreden kan zijn van deze wedstrijd. Ja, ik ben niet mis tevreden, maar ik had wel gehoopt dat we naar Oostende hadden. We ook al een les in efficiëntie gehad. En ik denk dat we vandaag nog eentje gehad hebben. Ik geloof dat we niet zot veel weggegeven hebben buiten die eerste kans. Begin van de wedstrijd. Misschien nog een gevaarlijke center of twee, tweede helft. De goal op zich is dat dan een fasebal blijft denken. Dus op zich geven we niet zot veel weg in het spel. Maar efficiëntie is heel belangrijk in voetballen. En dat is het verschil tussen Oostende en wij woensdag en vandaag tussen wij en Kortrijk. Ja, want jullie hebben wel diverse kansen gekregen. Hè? Ja, serieus 100%. Kansen niet zomaar kansen. Ook kansen die mooi uitgevoetbald werden. En dan is het spijtig dat we dat goaltje niet maken of twee, drie goaltjes maken. Dat staat er zeker in. Ik denk als de twee ploegen vandaag op 100% scoren, dat misschien een 5-2 of een 5-3 kan zijn. En dan win je terecht. Maar oké, het is voorbereiding. Het is al goed dat we kansen creëren tegen goede ploegen. Tegen Oostende en Kortrijk zijn niet de eerste de beste. Conditioneel zetten we stappen. Voetballend ook. Dus al bij al tevreden. Maar iedereen wint, dat gaat verliezen. Dus, Die stilstaande fase waarop je de tegengoal krijgt, blijft dat hangen? Want dat was wel een miscommunicatie, denk ik. Miscommunicatie, ik denk eerst en vooral de bal wordt slecht ontzet. Als je komt als keeper, dat je, als je bokst, dat hij uit de 16 moet en niet in de lucht. Blijf een beetje in de lucht hangen in de 16 en dan gaan we onder de bal door. En dan is het iets spijtig. Ja. In de kluts gaat hij binnen. In principe moet hij in eerste instantie veel beter verwerkt worden. Nu dinsdag komt STVV. Hoe staat het voor jou bij Antwerpen hier? Zit je op schema? Ja, ik denk dat we conditioneel op schema zitten. We hebben nog 3 weken. Dus we starten 7 augustus. Nou zitten we goed. Je ziet wel dat we nog 3-4 jongens iets later aangepikt hebben. Iets meer achterstand hebben. Maar oké, dat is geen probleem op zich. Maar we gaan wel vanaf dinsdag nu gaan we wel al toewerken aan de competitie. Want redelijk wat nieuwe jongens. We kunnen een beetje een andere manier van spelen. Iets hoger, iets met meer druk vooruit. We hebben nu nog 3 wedstrijden. Sint-Truiden, Berchem en Dessel. Dus gaan we daar proberen toe te werken aan de competitie al. Met andere woorden, zeg je dan van ja, toch al een type elftal op het plein zetten? De jongens die op dit moment voor mij in mijn ogen het meeste verdienen om te starten, gaan starten. Veel succes. Dank u.